Meer dan de moeite waard, een bezoek aan de expositie Kunst met andere ogen in Galerie de Verdieping. We werden bij de ingang gastvrij ontvangen door Luna Hop. Ik sta hier bij de ingang. Ik zorg ervoor dat mensen die geregistreerd staan, die ook gewoon echt binnen zijn. Ook zorg ervoor dat mensen hun handen desinfecteren. Ook zorg ervoor dat eventueel goedziende dan mag een oogmasker opdoen. En die kunnen dan binnen per paaltje, per gidslijn, kunnen dan per schilderij dan volgen. Ook zijn er QR-codes op de paaltjes, dus ze kunnen per schilderij kunnen ze dan audiobestand beluisteren als ze meer informatie over schilderij willen weten. En zelf vertel ik dan een beetje over de expositie zelf tegen de mensen. En dan begeleid ik ze meteen naar het eerste paaltje. Op zaterdagmiddag sprak Corrie Balemans, een van de exposanten, over het veranderen van de wereld door anders waar te nemen in een samenleving waarin het visuele dominant is. Ik hoorde laatst een uitspraak op de radio. Als je de wereld zou willen veranderen, dan moet je eerst anders leren zien. En ik bedacht gelijk een variant. Om de wereld te kunnen veranderen, moet je eerst leren anders waar te nemen. En ja, wij leven in een samenleving die waar het visuele dominant is. En ja, dus er is zelfs vaak dat je niet eens iets aan mag raken. En dat is vaak met kunst ook zo. En ik vind dat hartstikke zonde. Want niet alleen maak je de omgeving ontoegankelijker voor mensen die niet of slecht kunnen zien. Maar de zienden, die ontnemen zich de beleving van aanraken. En aanraken is heel leuk. Ik kan het bijvoorbeeld verwoorden met wat Esther van Gels, een van onze exposanten, vertelt bij haar verhaal. Als ik materiaal vast heb en ik heb er een klik mee, dan gaat er in mijn hoofd een eigen leven leiden. En ja, daar maakt zij dan haar schilderijen mee. Met, heel bijzonder om te voelen. Na deze bijzonder mooie woorden van Corrie spraken wij met enkele leden van fotocollectief Seeing the Unseen, die met hun werk ook aan deze expositie deelnemen. Met veel plezier vertel ik jullie iets over het werk van Seeing the Unseen. Het is een collectief van blinde, slechtziende en ziende fotografen. En wij werken met de schilderen met lichtmethode, waar Lisette straks iets over gaat vertellen. En hier hangt twee series. De eerste serie is een serie die gaat over verbonden verbinding. En heeft iedereen het thema zelf uitgewerkt en daar gaan we ook nog iets over vertellen. En de tweede serie is de Horla. Dit is een serie die samen met twee theatermakers is gemaakt voor een theatervoorstelling. En die gaat over een stuk van Guy de Maupassant, over een man die denkt dat hij iets ziet wat hij niet ziet. En hij gaat vervolgens allerlei dingen proberen om toch iets te gaan zien. En hoe dat spel tussen zin en waanzin zich ontwikkelt is in het stuk en is in deze foto's verbeeld. Nou, in ons collectief doen we verschillende soorten dingen. We werken samen foto's maken, maar we doen het bijvoorbeeld ook samen met blinde jongeren en blinde ziende jongeren. En die gaan dan samenwerken met deze techniek en daardoor leren ze heel snel elkaar kennen, omdat de input hetzelfde is. En daardoor vervallen vooroordelen en drempels heel snel weg. Dus dat is een van de mooie bijkomende effecten. Nou, ik wil iets vertellen over de techniek schilderen met licht. Schilderen met licht is eigenlijk een hele speciale techniek. En daarbij, wij fotograferen met een aantal mensen. En met die mensen gaan we eerst een onderwerp kiezen. En dat bespreken we dan. En dan gaan we een scène opbouwen. Die scène die wordt opgebouwd in een donkere kamer.
En die scène die gaan wij vervolgens belichten met zaklampjes. De kamer is helemaal donker. En het object wat we dus samengesteld hebben, gaan we met zaklampjes belichten. En alles wat we belichten, komt straks op de foto. Dat kun je met verschillende kleuren zaklampjes doen. En dan is het voor ons heel spannend. Als de foto klaar is, dan sluit de camera. En als de camera sluit, dan is de foto klaar. En op dat moment gaan we dus de foto terugkijken op de computer, op een scherm. En op het scherm zien we pas hoe de foto is ontstaan. En dan zien we het uiteindelijke beeld. En dat is natuurlijk wel iedere keer een verrassing hoe dat uitpakt. Dus het is eigenlijk een hele spannende gebeurtenis voor ons. Het schilderen met licht doe ik nu al ongeveer voor 10 jaar. Het is destijds begonnen bij dagbesteding bij fysio. Ik fotografeerde al langer, meer om beeld vast te leggen voor als het in de toekomst weg zou vallen. Ik maakte eigenlijk een beetje een soort van mijn eigen naslagwerk. Maar toen ik bij Anja ben begonnen met het schilderen met licht, vond ik het vooral leuk dat je het samen deed. Er is echt interactie. Je visualiseert eigenlijk een beeld in je hoofd en dat ga je samen bouwen. En dat maakt het wel leuk om samen te fotograferen. Nou, ik wil graag iets vertellen over mijn foto. Die heet Tegenwind. Die is geïnspireerd op een opdracht die we ooit voor het Van Abbe hebben gemaakt. En daar wil ik mee vertellen dat ik slechtziend ben. Hier zit een doek voor mijn ogen. En omdat ik slechtziend ben, sta ik in een betonnen blok, zodat ik me niet kan bewegen zoals ik dat zou willen. Maar ondanks mijn slechtziendheid wil ik eigenlijk door die foto laten zien dat ik toch kleurrijk wil zijn. Dat ik wil bewegen, dat ik eigenlijk van alles nog wil doen in mijn leven. En dat wil ik uitdrukken met deze foto. Thank you.